Mijn naam is Roderick van der Mortel. Ik ben de trotse burgemeester van Vught. En met name trots omdat wij als college in dit schitterende pand, in deze prachtige villa, onze zetel mogen hebben. Dit is ook een historische plek die nauw verbonden is met de stad 's-Hertogenbosch. Hier liet de Bosse familie van Heuren een prachtig buitenhuis bouwen. En dat buitenhuis noemden ze Leeuwenstein. De familie heeft hier eeuwen gewoond, totdat het huis verkocht werd aan de Bosse familie van Rijkenvorsel. En die familie woonde aanvankelijk in het oude huis, maar heeft eind 19e eeuw de Bosse architect Doni de opdracht gegeven om het oude pand te slopen en deze prachtige villa te bouwen. De familie van Rijkenvorsel woonde hier tot eind jaren 20. Zoals u weet was toen de beurscrisis in Amerika. Wall Street ging plat. Betekende ook het einde van de Van Rijkenvorsel Bank in Den Bosch. De familie kon hier dus niet meer blijven wonen en het pand bleef leegstaan. Vervolgens heeft de toenmalige burgemeester van Vught, burgemeester Loef, met centjes van de vermogende familie van Beuningen die in Vught woonde, maar ook van bijdragers van heel veel Vughtse families, dit pand kunnen kopen en laten verbouwen van woonvilla van de familie van Rijkenvorsel tot gemeentekantoor, raadhuis, wat het nu is. En dat is gebeurd door de architect Valk. Het is niet alleen een geschenk van Vughtenaren aan de gemeente, maar het is ook gemaakt door Vughtenaren. Want diezelfde familie van Beuningen die had als voorwaarde voor de financiële bijdrage gesteld dat werkloze Vughtenaren, en die waren er nogal wat in de jaren 30 van de vorige eeuw, dat die moesten werken aan de ombouw van een woonvilla naar het raadhuis. Dus heel veel Vughtenaren, kinderen, kleinkinderen van de toenmalige handwerkmensen, zijn nog steeds ontzettend trots op het product wat hun voorvaderen hier neergezet hebben. En ik neem u graag mee naar binnen, zodat we ook een kijkje kunnen nemen naar de prachtige interieurs.